Hallo, ik ben Christel. Ja, ik ga weer een klein setje laten zien. Ja, best wel een mini setje. En het is ook weer van uit het buitenland, het Chinese bedrijf. Dit is Ellen Duggan. Heb deze kaartenset gemaakt, maar ja, het is nagemaakt natuurlijk. Maar ja, het is weer een eenvoudig doosje. Maar het is wel knap nagemaakt weer. Er zijn wel een mini kaartje, natuurlijk totaal geen gebruiksaanwijzing bij. Maar ja, als je bijvoorbeeld op vakantie gaat, is het ook wel handig zo'n klein setje mee te nemen. Laten we kijken. De kaartjes, ja, die zijn wel aardig. Een beetje glimmend, een beetje mat glimmend. Gebruik ze vaak. En staat in het Engels op. Makkelijk te schudden, van die kleintjes. Dus ja, je kan ze makkelijk meenemen als je denkt, ik ga een kaartje voor mezelf leggen op vakantie. Ja, en dan heb je het ook over prijsklassen van ja, rond de 6 euro. Denk ja, maar heb je het over met verzenden? Dat is hartstikke leuk. De originele zijn natuurlijk een stuk duurder. Zijn ook een slagje groter, denk ik. Maar niet dat ze super groot zijn, maar wel een stuk groter en betere kwaliteit natuurlijk. Met het originele boek. Maar als je denkt, ja, ik wil toch iets goedkoops en een keer wat anders, dan is dit een hele goede optie. Maar ze kunnen veel namaken in China. Ik noem maar niet het naam van het bedrijf, maar het is heel bekende. Jullie weten het vast wel. Als je dan tarotkaarten intypt, dan kom je er vanzelf op een heleboel soorten kaarten. En deze, ja, hier hoef je niet de gebruiksaanwijzing van te hebben, want ja, die zit er niet bij. Maar je hebt ze ook niet nodig. Als je de Rider Waite kent, dan ken je deze ook. Krachtkaart. Cups. Ja, ik wou ze toch laten zien hoe mooi ze eigenlijk nagemaakt zijn. Ja, weer voor mensen met kleine portemonnee en die ook wel wat willen met de kaarten. Is dat een hele mooie kans om zoiets aan te schaffen. Ik vind ze niet allemaal mooi. Sommige zijn echt lelijk van kwaliteit. Maar deze is super mooi ook. Net als die andere van net. Deze zijn een stukje kleiner als die manga tarotkaarten. Dit scheelt dan een heel stuk hoor. Die andere zijn veel groter en glimmende. Dit is meer ja, matte. Ja, de afbeeldingen zijn heel mooi geprint. Voor mij voldoende in ieder geval. Orakelkaart zou ik niet zo gauw nemen, omdat ja, daar moet je echt een boekje bij hebben, want het is, dat gaat hem niet worden. Hij moet wel een beetje op de Rider Waite lijken, ook de tarotkaart ook, om ze te begrijpen. Het liefst natuurlijk wel met het Nederlands eronder, soms staat er alleen maar Chinees. Ik heb wel eentje besteld toen, maar dan moest ik wel helemaal uitzoeken van wat is dat een vredesnaam. Maar die zal ik straks of andere keer ook laten zien. Six of Cups. Kijk eens hoe leuk die kindjes. Three of Swords. Five of Pentacles. Dus ja, ik kan laten beslissen. Wil ik de originele of neem ik de neppe?
Ja, ik heb heel erg schik met deze kaartenset. Ondanks dat het een kleine versie is en een beetje mat. Ik heb ze al vaak gebruikt eigenlijk. Dus ja, in ieder geval bedankt voor het kijken en word lid en tot de volgende keer. Doei!